Ondanks zijn compacte formaat wordt de Teckel beschouwd als een zeer sterke hondenpersoonlijkheid. Vooral in Duitsland, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, geniet de Teckel enorme populariteit en heeft hij bijna een cultstatus bereikt. De kortharige Teckel wordt beschouwd als de oorspronkelijke Teckel. Sinds de middeleeuwen werd hij speciaal gefokt als behulpzame jachtpartner. Met zijn korte poten en gedrongen bouw kon hij gemakkelijk dassen en vossenholen binnendringen. De Teckel is een van de kleine hondenrassen en wordt beschouwd als bijzonder behendig en wendbaar. Teckels worden gefokt in 3 vachttypes. Kortharige teckels, ruwharige teckels en langharige teckels. Hun lichaamsbouw is onmiskenbaar. Vergeleken met de korte poten is de rug onevenredig lang. De langwerpige snuit en flaporen zijn ook karakteristiek. Deze intelligente jachthond is erg populair geworden, vooral bij gezinnen. Zijn vriendelijke karakter kan zeker worden genoemd als een van de belangrijkste redenen. Ze worden ook beschouwd als zeer tolerant tegenover kinderen en volwassenen. Voor het grootste deel ook met andere honden. Zijn nieuwsgierige en avontuurlijke aard kan echter af en toe aanstootgevend zijn, vooral bij reutjes. Hun karakter wordt van nature gekenmerkt door een jachtinstinct, wat voor Teckel-eigenaars betekent dat ze hun Teckel het beste aangelijnd houden in de natuur. Dit komt omdat hij gemakkelijk het idee kan krijgen het werk van zijn voorouders te doen. De Teckel is een ideale metgezel voor actieve mensen die graag buiten zijn. Ondanks hun kleine formaat zijn deze honden allesbehalve gezellige couchpotato's. Veel beweging en uitdagende activiteiten staan dus dagelijks op het programma voor Teckel-eigenaren. Belangrijk voor de training, zijn onafhankelijke denken dat essentieel was voor het jagen in het dassenhol, kan in het dagelijks leven voor uitdagingen zorgen. Er is vaak veel liefde, geduld en vooral consistentie nodig om de kleine doordrammer te temmen. Teckels worden over het algemeen beschouwd als gemakkelijk te verzorgen. Maar er zijn verschillen tussen de soorten. De kortharige Teckel is het makkelijkst te verzorgen. Af en toe borstelen is voldoende om losse haren te verwijderen. Langharige Teckels hebben meer kans op klitten en moeten daarom regelmatig geborsteld worden. Ruwharige Teckels daarentegen moeten ongeveer elke 2 tot 3 maanden worden getrimd. Je moet regelmatig naar of in de flaporen van alle soorten Teckels kijken en ze indien nodig schoonmaken. Bij het aanvullen van hun energievoorraad is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van de Teckel om de best mogelijke voorraad te garanderen. Het op peil houden van zijn ideale gewicht is niet alleen modieus, maar kan ook gezondheidsproblemen voorkomen. Hoogwaardig en licht verteerbaar voedsel moet voorzien in de volledige voedingsbehoeften. Fabrikanten zoals Concept for Life bieden bijvoorbeeld voeding die bijzonder geschikt is voor de behoeften van kleine hondenrassen. De Teckel heeft een levensverwachting van 12 tot 15 jaar als hij goed wordt gehouden en verzorgd. Vanwege de aanleg voor erfelijke ziekten, die in dit geval vooral het bewegingsapparaat kunnen aantasten, moet je bij het kiezen van een fokker op bepaalde punten letten. Vraag om documenten met betrekking tot onderzoeken en de papieren van de ouderdieren te zien. Bij gerenommeerde fokkers zou dit geen probleem moeten zijn.
Toch willen we er voorzichtig op wijzen dat dit ras ook in het middelpunt staat van de discussie over het fokken met welzijnsproblemen. In het geval van de tackle is dit te wijten aan de disproportionele verhouding tussen de zeer korte poten en de lange rug. Vanwege hun populariteit is de kans groot dat je een kandidaat vindt voor een fijn nieuw thuis in het plaatselijke dierenasiel. Je kunt meer te weten komen over honden op dit kanaal en in het magazine.